Morgen. U kijkt naar het weerbericht van 24 december. Er zijn wat wolkenvelden boven Nederland, met name in het zuiden, en daar kan vanochtend een licht buitje uitvallen. Vanuit het westen wordt de bewolking dikker en vanmiddag volgt er dan enige tijd regen. Vanochtend ligt de temperatuur zo tussen de 8 en de 10 graden. Er zijn eerst nog wat opklaringen in het oosten, maar de bewolking neemt dus wel toe en dan zien we in de loop van de middag vanuit het westen de regen. De temperatuur is dan verder opgelopen naar zo'n 11 tot 12 graden. De neerslag die trekt vanavond over het land en in het eerste deel van de avond wordt het vanuit het westen alweer droog. Er staat een vrij krachtige tot harde wind uit het zuidwesten, mogelijk in het gewarre gebied enige tijd stormachtig. Vannacht zijn er opklaringen en morgenochtend beginnen we dan ook met wat zonnige perioden. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en gaat het enige tijd regenen. De temperatuur ligt tussen de 9 en de 10 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Op Tweede Kerstdag trekt de regen naar het noorden weg. Dat gebeurt al vroeg in de ochtend. En de rest van Tweede Kerstdag is het dan droog, met hier en daar wat zon. Het wordt zo'n 11 tot 12 graden. Zondag en maandag is er meer ruimte voor de zon. En ook dan blijft het zacht, met temperaturen tussen de 10 en de 12 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.